Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van vannacht 6 uur zien we dat er nog veel bewolking boven Nederland ligt, maar die bewolking trekt oostwaarts en dus wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen vrij zonnig. Er ontstaan nog een paar stapelwolkjes, maar het blijft wel helemaal droog. De wind waait vanochtend uit het noordwesten met 4 tot 5 boven voor. En vanmiddag wordt hij dan west-noordwest en dan neemt hij af naar 3 tot 4 boven. Voor. En ook vanmiddag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Temperaturen vanmiddag 7 à 8 graden. Vanavond ook droge omstandigheden, dan gaat het kwik uiteraard weer dalen. Halverwege de avond is het een graad of 3 en in de loop van de nacht kan het kwik dalen tot rond het vriespunt. Morgen overdag hebben we dan droog weer met opnieuw geregeld zon, maar aan het einde van de middag neemt de walking toe en vooral in de avonduren kan er dan plaatselijk wat regen vallen. De wind neemt toe, vanuit het zuidwesten wordt die aan het einde van de dag 5 à 6 bel voor. Zondag wordt een wisselvallige dag met buien, heel af en toe ook zon en dan temperaturen van 8 à 9 graden. De wind is nog wat sterker, aan zee is die dan hard, windkracht 7. Maandag en dinsdag vallen er ook buien, waarbij ze dinsdag misschien ook winters worden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl